Goedenavond, dit is Riepke Zijlmaker, ik ben natuurwetenschapsjournalist, dit is Café Weltsmerts. Welkom. <totstuken> Ik ga u uitleggen hoe het nu komt dat Nederland uh, aan de vooravond staat van de grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis. Namelijk 74 miljard euro aan windturbines en allerlei uh, zogenaamde groene energie. En ik ga uitleggen waar dat, dat samenhangt met Agenda 21, dat is de groene agenda van de Verenigde Naties. Ik ga je dan een beetje uitleggen hoe dat tot stand is gekomen. En als je die historie begrijpt. En ook het denken daarachter, dan hoop ik dus dat je ook een beetje meer begrijpt van: hé, hey, wat gek eigenlijk dat we zoveel zijn gaan uitgeven aan iets wat. Nou, hè, misschien zijn er wel andere risico's waar we veel meer efficiënter, veel meer goed hadden kunnen doen. Uh, en daarvoor ga ik jullie eerst even uitleggen: uh, hoe dat bijvoorbeeld uh, bij de Duitsers, hè, de Duitsers, klimaatshoots, zuiverheid, dat is echt hun ding. Uh, hè, het reinheidsgeboot bij bier hebben ze ook niet voor niks. Het zuiverheidsdenken dat is echt in Duitsland uh, het meest volwassen geworden. Al in 1913 had je een biocentrische filosoof, Ludwig Klages... Uh, uh, op de Hohe Meisner, dat is een berg achter Kassel, sprak hij de jeugdbeweging toe. En eigenlijk hield hij toen al een redenvoering die je nu één op één door Greenpeace zou kunnen laten herhalen. De aarde gaat stuk, uh, er is een catastrofe aan de gang... En, uh, wij moeten ons leven nu veranderen. Wij moeten anders gaan denken. Wij moeten weer contact maken met de natuur. Uh, ik ben net op die berg weer terug geweest in het hotel waar hij dus uh, ook zat. Uh, Berghof uh, Hoer Maersner. En wat hangt daar ook een klimaatshoot certificaat, waarin men dus aangeeft van, goh, wij hebben onze klimaatschulden. Die CO2 die hebben wij gecompenseerd en dat hebben wij gedaan. Via windturbines. En we willen beslist ook niets met kernstroom te maken hebben. We willen ook uh, niets met olie meer te maken hebben. En vervolgens ja, zie je dan ook de paradox daarin. Want uh, er is nergens een, uh, zoveel, waar zoveel windturbines staan opgesteld. en waar je ook zoveel uh, ecologische schade hebt. ook aan vogels, roofvogels die uit de lucht worden geslagen. door windturbines. Uh, je ziet ook steeds meer uh, bedekking van natuurgebied met van die zonnefarms. Uh, uh, eigenlijk heel apart dat dat gewoon als groen kan worden gezien, terwijl het qua groene ruimte, hè, dus de natuur waar Ludwig klagen zo aan gehecht was, dat dat juist steeds meer van die ruimte inneemt. En toch is de milieubeweging daar heel sterk voor. Greenpeace zegt bijvoorbeeld zelfs van ja, je hebt wel wildlife-vriendelijke windmolens. Nou, dat is toch echt een beetje kwartsch. Je ja, hebt bijvoorbeeld in de Eemshaven staan windturbines die gewoon 100 beschermde vogels per jaar uit de lucht meppen. Dus zelfs de milieubeweging probeert dat gewoon al wat onder het tapijt te schoffelen. Hoe kan dat dan? Uh, dat heeft met de paradox van natuurlijkheid te maken. Het zit toch een beetje in onze cultuur: hè? natuurzuiver, dat vinden we lekker. We eten graag natuurproducten. Uh, 100% natuurlijk staat ook op de fles ketchup. En dat is ook precies waarmee de windturbinehandelaren en de windlobby. Uh, ...haar eigen industrie verkoopt. Hè? Windenergie. Natuurlijk uh, zag ik op een windenergiebedrijf staan. Maar je ziet het ook in uh, reclames. Hè? Dat is, het is gewoon een mooie marketingtruc uh, die iedereen aanspreekt. Van, hè? Een vrouw die helemaal stijf is opgemaakt, zit onder de plamuur. Maar er staat wel bij, zij einfach, natuurlijk. Lekker natuurlijk jezelf zijn. Dus dat sentiment is een fantastisch iets in onze cultuur... ...waarop je prachtig kunt aanhaken... Als jij een boodschap wilt verkopen, nou, hè, dus het marketingdeel is wat dat betreft gewoon goed geregeld. Hè. Als je een westerling wil aanspreken, een stedeling, hè, je zit tussen de files, dan verlang je naar groene ruimte, je verlangt naar zuiverheid, naar echtheid en hè, iets dat jou van die vervuiling afhelt. Vervolgens moeten we dan wel even kijken tussen al die marketing, uh, ja, daar is een hele hoop onduidelijkheid. Ruis ontstaat er ook. Er wordt Zoveel geld geïnvesteerd in die boodschap van er is een catastrofe aan de gang met het milieu. Uh, CO2 is de boosdoener. Uh, uh, er is maar één manier eigenlijk om dat op te lossen: je mag het niet met kernenergie. Wij moeten allemaal windmolens en zonnepanelen en dan gaan we de hele energievoorziening omgooien. En dan uh, zal het klimaatprobleem, hè, die catastrofe, die zal dan worden opgelost. Uh, om eerst even die ruis op te lossen, is het heel erg nodig, denk ik, dat jullie ook leren van hey, hoe zit dat debat dan in elkaar. En dan zie je uiteindelijk dat het ook helemaal niet zozeer over klimaat gaat, of over CO2, of over wetenschap. Het debat ging van dag één af over risicoperceptie. Welk risico ben jij bereid om te nemen? Er zijn uiteindelijk vier puntjes dan die je moet weten. Het eerste punt is het wetenschappelijk debat, dat gaat ook helemaal niet over van. Uh, is het wel of niet CO2? Nee, we weten al 150 jaar lang dat de CO2 een broeikasgas is. We weten ook al sinds Arrhenius, nou uh, 100 jaar geleden minstens, van als je dat uh, toevoegt aan de atmosfeer, dan kan dat een opwarmend effect hebben. Het wetenschappelijk debat gaat er alleen over van oké, okay, je doet een broeikasgas erbij, uh, hoeveel invloed heeft dat dan? Hè? En daarom, uh, dat is ook heel grappig de... Milieupropaganda probeert ook steeds mensen die dan kritiek hebben op hun catastrofetheorie als ontkenners. Hè. Dat wordt een vergelijken met de holocaust holocaustontkenning. Dat is toch best wel onfatsoenlijk om je debatoponent uh, als uh, dusdanig uh, te disqualificeren, uh, terwijl het gewoon erom gaat van: nou, er is een hele grote natuurlijke variatie ook. We moeten niet vergeten dat in de jaren dertig had je opwarming en toen ja, was het meeste toch door natuurlijke invloeden. Toen kwam ook even die CO2-theorie van Arrhenius omhoog... van nou, het wordt wel warmer, zou het zo kunnen zijn. Maar toen het in de jaren zestig weer ging afkoelen... ging die weer in de ijskast. Uh, vervolgens is er dan puntje twee, hè, moeten we daarvan onderscheiden... het sociaal-economisch debat. Van stel, je, je ziet van nou, er is toch wel een probleem... daar willen we iets aan doen. Hoeveel goed wil je dan, kun je dan doen per euro? Uh, dat hangt heel erg veel samen ook, van hoeveel investeer je... Met je risicoperceptie. En dat is puntje drie. Levensbeschouwing en risicoperceptie. Die hebben ook weer invloed op hoe je naar de wetenschap kijkt. En hoe je dus naar uh, het economische debat kijkt. Uh, Ikzelf ben een, uh, meer een libertariër en humanist. Dus ik ben geen ecologist. Zoals Ludwig Klagers, hè, die ik aan het begin noemde. Van, die vond iedere menselijke inmenging. Nou ja, daar had hij al zo zijn bedenkingen bij. Terwijl ja, ik woon in Nederland. Iedere uh, centimeter van Nederland is ooit door mens omgekeerd. En ja, het is geen ramp om in Nederland te leven tot nu toe. Tenminste, 17 miljoen mensen wonen hier graag. Het is hartstikke overbevolkt. We hebben volgens een uh, laatste studie van Heidelberg uh, Universiteit... schijnen wij zelfs uh, vreselijk uh, uh, slechte lucht hier ook nog te hebben... vergeleken met andere delen. Ja, niet bij mij dan, want ik ben in Friesland gaan wonen. Dus uh, ik zit hier beter dan mensen in Amsterdam. En toch komen hier allemaal mensen naar dit uh, land toe. Waarschijnlijk zijn er dus andere... Risico's die je anders inschat uh, dan milieu. Hè? Dus schone lucht, ja, prima. Maar uh, je bent bereid meer te betalen hier voor een huis, omdat je ook andere prioriteiten hebt, andere risico's inschat. Uh, je kunt ook uh, kiezen voor wat interessanter sociaal leven. Meer restaurants, cafés, meer theaters. Dus er zijn allerlei andere afwegingen die je vervolgens maakt als je vervolgens, uh, vervolgens zegt, nou. He, het milieu prima, maar er zijn ook belangrijkere dingen. En dan ga je die andere euro ga je dan ook anders besteden. Vervolgens ook in de aanpak van politiek. Uh, stel je bent er wel achter van, nou we hebben toch een milieuprobleem, hoe gaan wij dat dan oplossen? Doen we dat dan via top-down overheidsdruk, he, dus via steeds meer repressie, of uh, moedigen je alleen privaat initiatief aan? He? Dus het ene doe je met veel subsidies. Ga je proberen uh, jouw beleid uh, af te dwingen. Hè? Dus steeds meer mensen eigenlijk medeplichtig maken aan jouw overheidsbeleid. Tot ze zo afhankelijk zijn van jouw uh, subsidie-economie dat er ook geen weg meer terug is. Of je hebt gewoon slimme mensen die gewoon weer nou, de energievorm van de toekomst gaan bedenken. Een ecologist, iemand uh, van Ludwig Klages kaliber, hè, of Greenpeace... Die zegt van ja, de mens mag geen enkele invloed hebben op de aarde. He, eigenlijk is het gewoon zo dat uh, iedere invloed is ook schade, is ook verstoring. He, uh, dan verstoor je een evenwicht of zo. He, ook de term verstoring hoor je al heel vaak: een verstoord ecosysteem. Alsof is moeder Aarde dan al een beetje boos zodra mensen daar iets mee rommelen. Nou ja, ik ben ook niet anti-technologisch, dus ik zeg ook van nou, de mens kan misschien best wel de aarde verbeteren op bepaalde punten. Landbouw, hè? Uh, planten veredelen, dus er is veel meer mogelijk. Dan kijk je ook heel anders naar het wetenschappelijke debat. Uh, tot nu toe zien we dan ook, nou, hè, het klimaat lijkt minder gevoelig voor CO2 dan men eerder had aangenomen, niet meer. Dus we hebben nog even tijd om uh, andere oplossingen te kijken. We hoeven geen paniekvoetbal te doen. Hè, dat is bijvoorbeeld een optie. Dus dan kan je ook zeggen van, nou, dan gaan we die euro, die gaan we ook anders besteden. Uh, ik zelf zou bijvoorbeeld zeggen van nou, ik ben niet voor niks ook in Friesland gaan wonen. Ik vond het veel te vol worden in bepaalde delen van Nederland. Dus investeer liever in het zuinig omgaan met je groene ruimte. Want we, hè, dan sta je weer in de file. Je hebt toch wel het gevoel van nou, we willen onszelf ook niet helemaal begraven in asfalt en beton. Toch gaan we wel die kant op. Uh, dat komt paradoxaal genoeg door de milieuagenda die de Verenigde Naties al uh, zit te pushen... Sinds 1992 in Rio. Rio, uh, de dus Janeiro werd toen de v uh, Verenigde Naties Milieuconferentie gelanceerd. Alle uh, landen die er enigszins toe deden, die deden daar aan mee, waaronder Nederland ook. Nederland heeft er altijd al een sterke rol in gespeeld. Um, het is echt belangrijk om te leren hoe die historie nou, die tot standkoming van die milieuagenda is gekomen. Dat wij toch voor prioriteiten kiezen en ook voor hele. Nauwe vorm van milieuprobleemoplossing, namelijk het gaat eigenlijk alleen nog maar over CO2. En de enige manier waarop je het eigenlijk schijnt te kunnen oplossen is met subsidies. En met windmolens dat is eigenlijk heel gek, hè? want er zijn toch veel meer andere opties. Waarom zouden we bijvoorbeeld niet kernenergie kunnen gebruiken? Het grappige is bijvoorbeeld dat het land Duitsland, dat het groenste heet en ook de meeste windmolens heeft staan, uh, stoot per kilowatt aan energie die ze opwekken. Storten, stoten ze vijfmaal meer CO2 uit dan de Fransen. Dus blijkbaar zijn die windmolens ook niet eens zo groen. Hè? Want je moet heel veel kolencentrales, moet je als backup bij gebruiken, gascentrales. Dus het is ook maar de vraag of het daadwerkelijk ook wel om CO2 te doen is. Uh, mijn stelling is nou ook, en daar ben ik nu ook meer onderzoek in aan het verrichten, meer historisch onderzoek, dat er uiteindelijk een andere agenda meer achter zet. Uh, toch meer van uh, een globale controle. Men ziet gewoon uh, al sinds de 19e eeuw is er een elite die vindt dat eigenlijk het klootjesvolk uh, veel te veel zich voortplant, te veel consumeert en eigenlijk hun orde in gevaar brengt. In verschillende vormen kom je dat, uh, dat denken, dat aristocratische en autoritaire denken, uh, steeds meteen. Dus er is steeds vanuit een elite een bepaalde behoefte uh, om toch manieren te vinden om die grote chaos toch wat beter aan te sturen. En dan is er in 1933 al een club opgericht, Technocracy Inc., en die bestaat trouwens nog steeds. En hun idee was: de wereldeconomie willen wij hervormen. Uh, we gaan dus niet meer op basis van vrij kapitaalverkeer, maar wij kennen een energiebudget toe per burger. En dat gaat al heel erg mooi lijken op wat Agenda 21 van de Verenigde Naties uiteindelijk wil, en waar wij nu ook in Nederland naartoe werken: een soort CO2-budget per burger. Uh, u kent misschien al wel de ecologische voetafdruk. Dat is een in Canada aan Columbia Universiteit ontworpen uh, parameter. En dat kent gewoon aan jou een budget toe. En als je er overheen bent, dan schijnt je de aarde kwaad te doen. He, um, die lijn van denken is toen eigenlijk al ingezet. De drijvende kracht daarachter was R.K. Hubbard, dat is de uh, ontwerper van Peak Oil Theory. Wat je bij de aristocraten en autocraten die controle wilde hebben, is steeds dat denken van schaarste. Van de aarde is maar begrensd en dat klootjesvolk dat plant zich te veel voort, dat verbruikt veel te veel. Uh, dat moet ingeperkt worden, want anders raakt alles op en dreigt er een catastrofe. RK Hubbard van Technocracy Inc. heeft Peak Oil bedacht. Van nou, de olie raakt op. Uh, die theorie heeft hij in 1951 bedacht. Toen zag hij dat al aankomen en. Ja, zoals wij nu weten, de olieprijzen zijn weer historisch laag, dus hij heeft daar gewoon ongelijk in gehad. Toch, dat schaarste denken zet zich door. Dan krijgen we in 1972 ook de Club van Rome. Uh, he, weer limits to growth, weer datzelfde denken. Uh, ook een soort technocratisch idee van we hebben een computermodel ontworpen. Dat geeft de aarde en de mensheid geeft die een budget en daar mogen we niet overheen komen, want anders komen weer catastrofes. In de tussentijd zag je in 1972 ook Maurice Strong. Die naam moet je onthouden. Maurice Strong duikt overal op. Dat is een Canadese zakenman die kapitaal en invloed vergaarde... notabene in de olieindustrie. Uh, zijn hele carrière werd ook gefinancierd en gepusht... Uh, vanuit uh, de Rockefeller Foundation. En Rockefeller is een legaat van Standard Oil. Hè, dus geld wat uit de olieindustrie kwam. Uh, dus ja, hè. nou denkt van, hoe huh, kan dat nou? Het zijn toch die klimaatseptici die altijd gesponsord worden door de olieindustrie? Dat werd net ook nog aan Café Welsmerts. Werd gewoon verteld van nou dat jullie je met die kritische journalisten inlaten. Dat is echt jullie sponsoren zo de olie Nou, niets is minder waar. De milieulobby wordt paradoxaal genoeg steeds gesponsord door legaten van de olieindustrie. En Rockefeller Foundation is daar een belangrijke van. Maurice Strong heeft uiteindelijk ook de. Uh, hij zette toen in 1972 die eerste VN-milieuconferentie op. De UNEP, hè, dat is de Milieutak van de Verenigde Naties, heeft hij opgericht. En uiteindelijk, uh, hij, hij zat ook achter Club van Rome, heeft hij een rol gespeeld. De Club van Rome, ironie, hè, ik hou van een toch een beetje parallellen, heeft in 1977 ook een economisch rapport uitgebracht met een ah, toch vrij toepasselijke titel. Reshaping the International Order. Afgekort Rio. He, een economische hervorming. En het kernwoord is steeds kapitaaloverdracht. U, Westers klootjesvolk, u verdient te veel dat kapitaal moet worden overgeheveld naar andere instituten. Naar andere bedrijven. En dan zogenaamd voor de derde wereld is het dan. En zogenaamd voor het klimaat. En daar zitten steeds clubs als de Wereldbank, IMF en andere zitten daartussen. Reshaping the International Order. Rio. En waar werd de. Milieuconferentie gehouden in 1992, waar wij nu het klimaatbeleid aan danken. Rio, de Janeiro. Dat was inderdaad geen toeval. Men houdt ook bij die autoritaire agenda, houdt men van een zekere symboliek. Um, van toen af is eigenlijk al besloten. He, men kreeg uh, eerst had je de ozonconferentie. He, we hadden toen dat gat in de ozonlaag, he, de pingwins die waren aan het smelten. Uh, dat was het verhaal in de jaren 70. Uh, dus dat, uh, en dan zouden wij ook allemaal uh, langzaam veel te veel bruin bakken. De, de, de ozononderzoek, uh, er werd iemand een Nobelprijs toegekend, Paul Krutsen. Uh, het ozononderzoek is langzaam gemorfd met dezelfde wetenschappers richting klimaatonderzoek. Ze kregen een beetje ja, capsonus, kun je wel zeggen, tijdens het Montreal-protocol. Dat is weer in Canada, waar ook weer Maurice Strong is een Canadees. Het komt allemaal een beetje uit de Amerikaanse en Canadese hoek. Uh, het Montreal-protocol in 1987, toen werd mondiaal afgesproken van wij gaan niet meer die CFK's, hè, die in koelkasten zitten, die werden verantwoordelijk gehouden voor dat gat in, wat dan op de Zuidpool in de ozonlaag zit. Dat werd toen mondiaal verboden. Toen dacht men van, ah, dat kunnen wij nu ook met die energie, met CO2. Hè, want fossiele brandstof die verbruik je en dan komt dan CO2 vrij. Uh, dus nu kunnen wij ook dat CO2 gaan inperken. Toen is het IPCC opgezet hè, in 1988, dat is dat VN-klimaatpanel. Dat moest toen zogenaamd onderzoeken van hoe erg is dat nou allemaal, hè, van uh, hoe, hoe erg er invloed heeft. Dus puntje 1, hoe erg, hoe groot is de invloed van CO2? Dus niet de vraag van, is het nu wel of geen CO2? Iedereen weet wel dat het een invloed moet hebben. En iedereen weet ook wel dat het een beetje is opgewarmd. Maar... Er is nogal discussie over mogelijk. Is dat dan ook meteen een catastrofe? He, hebben we niet andere prioriteiten? Bijvoorbeeld schoon drinkwater of meer groene ruimte, meer natuurwaren, die euro. Hebben we hebben maar één euro, die we dan veel efficiënter voor meer mensen, met meer geluk voor meer mensen, kunnen besteden. Nee, toen zette men alles in op het co 2 En je kunt ook al zien: ik heb hier ook even een boekje meegebracht. Dit is in 1990 al geschreven. Dus eigenlijk voor. Dat hele IPCC-circus, goed en wel, hè, wat nou laatst in Parijs echt culmineerde, van de wetenschap is eruit. Maar eigenlijk schreef men toen, in 1990 al, voordat dat hele IPCC-circus goed en wel was opgestart, wist men al wat men wilde. Het is CO2 en iedereen moet van die CO2 af. Iedereen moet zo weinig mogelijk van die fossiele brandstof gaan gebruiken. En dat gaan wij via een mondiale agenda, gaan wij dat langzaam afdwingen. Het staat hier gewoon al in. En... Ook stond er ook al in van, nou, we weten niet helemaal zeker of het een catastrofe is, maar je kunt beter het voorzorgprincipe, je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Nou, ja, en dat is natuurlijk een retorisch argument van, uh, van je welste. He, dan la laat je aan de tegenpartij die zegt van, nou, is het wel zo'n catastrofe? Dan geef je die bewijs, ja, bewijs jij dan maar eens dat het 100%, 100 dat het in 2050 niet zo is. Nou ja, dat is natuurlijk een stelling die kan de tegenpartij... He, kan die nooit bewijzen, natuurlijk. Jij kunt nooit 100% zeker bewijzen dat het in 2050 niet in een 6 graden warmer is geworden. Het lijkt alleen op basis van de metingen nu onwaarschijnlijker. Marcel Krok heeft voor elkaar, uh, Café Welsmers het klimaatdetail daarover nou, overal meer uh, besproken. Dat ga ik verder niet doen. Het gaat mij gewoon meer even om de agenda die er dus achter zit. Om datzelfde denken, dat catastrofe denken over CO2, om dat steeds te pushen. En dat gaat vooral via media. Dus dan komen we uiteindelijk bij Agenda 21 in Nederland. Nederland heeft altijd een uh, zeer belangrijke rol gespeeld. Het ministerie van Vrom heeft daarbij een uh, belangrijke rol gespeeld. He, we kennen allemaal een beetje de klimaatpauze die bij uh, iedere journalist die iets over klimaat, iets dramatisch over klimaat wil horen, die belt aan Pier Vellinga. Een beetje, de klimaatpauze die daar een belangrijke rol heeft gespeeld. In 1990 wist het ministerie van Vrom al, wij willen die CO2 willen wij inperken. Nou, terwijl. Toen moest dat IPCC moest eigenlijk bijna nog gewoon beginnen. Dus he, men had ook nog nauwelijks onderzoek gedaan. In die tussentijd zijn er echt gewoon al wel een miljard euro subsidies... aan allerlei milieuclubs gegeven uh, en allerlei initiatieven. Maar ook onderzoeken die eigenlijk maar één richting uitgingen. Van wij moeten aantonen hoe erg het is. He, we moeten aantonen hoe erg CO2 is. En niet van zijn er ook alternatieven of belangrijkere dingen... waar wij efficiënter uh, mee om kunnen gaan. Uh, een andere instantie die in Nederland heel veel uh, het ja, propagandisme rondom uh, het catastrofe heeft geplukt is de postcode loterij. Die hebben vanaf 1990 tot 2015 hebben ze toch zeker 700 miljoen euro is er uh, gegaan naar campagneclubs die dus in die twee punten uh, steeds geld investeren. Van dat moet u belangrijk vinden en dat komt steeds ook in media. Die blijven dat maar herhalen. He, die kapitaaloverdracht over, uh, naar uh, bijvoorbeeld de derde wereld. He. Wij zijn schuldig aan wat er in de derde wereld plaatsvindt. En uh, campagne over klimaatschuld. Van, u met uw welvaart bent schuldig aan die, de, het klimaatprobleem. Wat ook meteen een catastrofe is. Terwijl ja, je kunt ook zeggen met tussen 1 en 2 graden is het nou, nog best wel, uh, best wel goed te doen in Nederland. He. Je hebt ook wel nadelen zitten erbij. Maar als je biologisch ook naar CO2 kijkt, het is gewoon plantenvoeding. En planten gaan ook beter groeien van meer CO2 in de atmosfeer. En dus het geeft ook landbouwwinst, Landbouwopbrengsten worden groter. En je krijgt meer graanopbrengst, je krijgt betere bosgroei. Dus er zitten ook economische voordelen aan. En je krijgt dus toch die clubs die uh, eigenlijk alleen maar op de nadelen wijzen, die krijgen dus alleen al in zoveel jaar, krijgen die al nou, in ieder geval 700 miljoen euro uh, postcode loterij propaganda gelden. En daarnaast heel veel overheidssubsidies. Waar heeft dat nu uiteindelijk toe geleid? Uh, u bent eigenlijk door media, uh, officiële media, die zijn zo geneigd dat uh, idee te volgen. Hè? Want het is ook natuurlijk, ik gaf al aan, de marketing is ook lekker. Hè? Van ja, natuurlijk, wie wil dat niet? Natuurlijke energie, zuivere energie, duurzame energie die altijd blijft meegaan. Ja, klinkt bijna als een sprookje. Dat is het natuurlijk ook een beetje. Hey, want ja... He, hoe, hoe lang is duurzaam? Een, een windmolen houdt er na 20 jaar ook mee op, dan moet je hem ook weer vervangen. Ja, is, is 20 jaar duurzaam? He, een kerncentrale die gaat toch al 40, 50 jaar mee. Maar dat mag dan weer niet duurzaam heten. Dus er zit een heel erg groot smaakelement in. Maar u moet geloven dat kernenergie slecht is, want dat wordt er jaarlijks ingeramd door Greenpeace, die gewoon 300 miljoen euro per jaar besteden. Om u te doen geloven dat kernenergie hartstikke slecht is en hartstikke slecht voor het milieu. Terwijl, ja, eigenlijk is de enige rendabele optie om substantieel uh, uh, fossiele brandstof uit te sparen, is kernenergie. De Fransen hebben dat al bewezen. Die zijn veel schoner dan de Duitsers. De Vinnen hebben dat bewezen. Die zijn ook veel schoner dan de Duitsers. Maar nee, omdat wij zo stelselmatig 15 jaar lang is die boodschap erin gehamerd. En gaat de Tweede Kamer ook heel eenvoudig akkoord met... De grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis, dames en heren. Daar zitten wij nu mee. Dankzij dus die Agenda 21, die via al die NGO's, overheden, klimaatonderzoekers die maar in één richting kijken, is gepoest. En die daar dan ook een belang bij krijgen. Want daar gaan heel veel subsidies in om. Tot 2010 hebben we bijvoorbeeld al 10 miljard euro MEP subsidies aan zogenaamde groene energie. Dan wel aan bedrijven die zichzelf als groen voordoen. 10 miljard euro. Dat is een leuke. Leuke som geld daar, uh, toch al drie keer de vier jaar of zo. Uh, dit jaar alleen al, Henk Kamp heeft uh, de jackpot geopend voor uh, energiebedrijven, windmolenaars. Uh, zelfs als je een houtkachel aanschaft, kan je al subsidie krijgen. 8 uh, miljard euro, uh, dames en heren. Dat is uh, gewoon de grootte van de delta -werken. wordt gewoon zo even van u afgepakt. Hè? Dus kom je op dat aspect kapitaaloverdracht. Dat wordt geheven over uw energierekening. En dat komt terecht in de diepe zakken van allerlei energiebedrijven en clubs die zichzelf in de gunstige positie hebben gemanoeuvreerd. En dat heet nu het Energieakkoord. Er is buiten U-Om, uh, een club bouwbedrijven, uh, milieuclubs en energiebedrijven, heeft onderling die jackpot eigenlijk zo'n beetje bedongen. En de Kamer is daar eigenlijk zonder te kijken mee akkoord gegaan. Want ja, je kunt ook niet tegen klimaatbeleid zijn, want dan ben je immers die ontkenner. He, dan ben je tegen het milieu. Nou, dat kun je toch natuurlijk niet zijn. He, dus die propaganda heeft gewerkt aan de ene kant. En aan de andere kant zie je nu dus die kapitaaloverdracht. die ook in Agenda 21 zit, he, van arm naar rijk. Alleen zie hier ook een kapitaaloverdracht uh, uh, plaatsvinden. van 74 miljard euro, dames en heren. De grootste staatsuitgave, die wordt gewoon zomaar even, zonder blikken of blozen. Tot 2035 worden daar allerlei subsidieverplichtingen aangegaan. En u mag dat fijn via uw energierekening gaan ophoesten. Dat betekent dus vooral een kapitaaloverdracht van de lage en middeninkomens. Die moeten het meeste daarvoor boeten. Want het gaat dan toch al gauw om 500 tot 1000 euro per jaar extra. Nou ja, dan komen we toch weer bij het economische spul van hoeveel goed kun je doen per euro. Dus mijn puntje 2 in het debat. Je kunt ook zeggen van goh, ik vind dat ik veel meer goed doe wanneer ik die euro investeer in mijn lokale groenteboer. Ik wil liever die middenstand steunen. Dus er zijn hele andere prioriteiten die je voor menselijk welzijn. Ook had kunnen kiezen. Dus wij gaan uiteindelijk toe naar wat we in Duitsland al zien. De Duitsers die betaalden in 2013 voor stroom die qua kostprijs misschien maar nou, 3 miljard euro had hoeven kosten, kregen ze een rekening van 20 miljard euro, dus 17 miljard euro meer. Dankzij al die belastingen die erover worden geheven, als vorm van kapitaaloverdracht naar een zeer beperkte industrie, de energieindustrie. Uh, in Nederland zitten die profiteurs vrijwel allemaal, uh, dus een club van bankiers, bouwfirma's en energieclubs, uh, aan de korte Elisabethstraat 6 in Utrecht. Onthoud dat, hè, de MWEA-lobby. Uh, we zien ook die zogenaamde milieuclubs, die zogenaamd het goede doel zijn, hè, natuur en milieu. Die krijgen allemaal subsidies van bepaalde ambtenaren om maar die ambtenarenagenda te pushen. Maar ze worden ook gewoon doodleuk gesponsord door de windmolenindustrie. Ze worden gesponsord door ENECO dus, en door de Rabobank. Dus alle partijen die geloven dat zij hier lekker op uw kosten spekkoper kunnen zijn. Hartstikke lekkere investering natuurlijk. Heel veilig in een wat kwakkelende economie om zoveel mogelijk belastinggeld naar je toe te trekken. Uh, die sponsoren allemaal, die milieuclubs. Dus dat kan je ook gewoon netjes, kan je dat allemaal natrekken. Uh, dus u hoeft mij ook niet te geloven. En u denkt misschien van: ah, dat is die, die klimaat. Pardon, klimaatsepticus, hè? ook zo'n scheldwoord naar mensen die kritisch durven zijn. Uh, u hoeft mij niet te geloven, u kunt mij gewoon controleren. Dus komen we toch ook weer even terug op wie dan mondiaal nou de belanghebbenden zijn. Dan komen we toch ook weer op dat fenomeen kapitaaloverdracht. Waar gaat het hier nou ook om? Het World Economic Forum. Dus er zijn allemaal bedrijven die ook denken van, nou, die kapitaaloverdrachten kunnen wij ook gewoon hebben. Want eigenlijk wordt met CO2 wordt een soort commodity gemaakt... Een Nieuwe waardecreatie waarbij uw energieverbruik wordt eigenlijk een soort penalty, een soort belasting aan toegekend. Die weer in allerlei zakken kan verdwijnen. Nou, het World Economic Forum is mede opgericht door Maurice Strong. Daar was hij weer. Die man die zat werkelijk overal achter. Uh, en uh, het Stockholm Instituut. Uh, de Wereldbank die gaat nu ook een kapitaaloverdrachtje doen. Ze hebben nu ook net aangekondigd van... Gewoon, wij gaan 29 miljard euro klimaatschuldgelden... gaan wij nou jaarlijks doorpompen. Dus die zitten er ook al in. In uh, Den Haag heb je verder de European Climate Foundation. Dat is ook een voornamelijk op filantropische organisatie... uit Amerika uh, drijvende club... die steeds allerlei nieuwe onderzoeken lanceert... om maar de stemming erin te houden van... Jongens de catastrofe dreigt, en er is eigenlijk maar één oplossing, en dat zijn die windmolens, en dat is je CO2-schulden aflossen. Um, dan zijn er verder nog uh, IMF, zit er natuurlijk in, en verder natuurlijk al die ontelbare NGO's, waaronder Wereld Natuurfonds. Als je denkt van ah, die onschuldige panda's, hé, dat is allemaal lief en aardig, en Doutse is ook veel mooier dan ik, dus uh, ik zou Doutse Cruise ook eerder geloven dan mijzelf. Hè? Maar daar zit toch ook een bepaald belang achter. Die worden ook gewoon echt als professionele lobbyisten worden die ingezet. Ze krijgen bijvoorbeeld ook van de Europese Commissie krijgen ze per jaar alleen al voor hun lobbykantoor in uh, Brussel krijgen ze gewoon zeven ton om de Europese Commissie voor hun belangen te belobbyen. En vervolgens verdienen ze daar ook weer miljoenen euro's mee, gemeenschapsgeld. Hè, dus er zit een hele stuk. Uiteindelijk zit er een financieel sterk belang achter en kun je je ook afvragen is het nou wel werkelijk voor die natuur en voor dat milieu? Dus om dan een lang verhaal met ja, misschien toch een beetje wat ja, onprettige boodschap uh, af te ronden. Ja, wat is de groene toekomst dan? He, ik heb dus toch een beetje een wat, uh, wat sceptisch plaatje. We gaan toch richting een tijd van uh, minder vrijheid. Uh, vrijheid in het Westen is natuurlijk uiteindelijk niks meer dan een getal op een bankrekening, die ook door anderen gecontroleerd wordt. En heb jij niks te besteden, geen bestedingsvrijheid, kun je ook nergens naartoe. En dan kun je ook niet meer protesteren tegen de overheid, hè? want ja, je zit gewoon eigenlijk op je plaats vast. Iedereen die student is geweest, die weet dat wel. Hè? Op een gegeven moment dan ja, is je saldo leeg, maar heb je nog een stukje maand over. Dus die kant, uh, hoe minder je te besteden krijgt, dus ook hoe meer energiebelasting je uh, moet betalen, ja, hoe minder het klootjesvolk ook gewoon kan protesteren. Je wordt gewoon meer ingedrongen. Uh, we zien ook een overheid die zich uit naam van zogenaamd de wetenschap steeds autoritairer gaat opstellen. Ik heb daar net uh, voor Elsevier heb ik een uh, artikel ook over geschreven. En van die wetenschappers die uh, zeggen van ja, wij zijn de experts. Dus wij gaan per burger, gaan wij straks uit naam van de wetenschap, uit onze eigen expertise... gaan wij zeggen van wat wel en niet goed is voor de aarde. En als jij daar overheen komt, uh, krijg je gewoon een penalty. Dan uh, is het uh, vloes voor vandaag, je mag nu niet meer reizen. Die kant zou het kunnen opgaan. Dus minder te besteden krijgt u en we krijgen meer autoritaire regeringen uiteindelijk. Dus je krijgt steeds minder inspraak. Er komt ook steeds minder inspraak bij nationale overheden, want er is een globale agenda. Men wil uiteindelijk toch meer uh, het hele wereldgebeuren een beetje afstemmen. En dat wordt dus via twee dingen gedaan: uw bankrekening en via energie. Energie. De hele economie hangt van energie aan elkaar. En heb je controle op de energiestromen, wat eigenlijk het hoofddoel is van Agenda 21, controle op de energiestromen, dan heb je ook steeds meer uh, controle over burgers. In 1933, en daar sluit ik dan ook mee af: Technocracy Inc., hè, dat idee van goh, wij willen mensen uh, globaal controleren, dus een budget in bewegingsvrijheid toekennen. Ja, toen zeiden we: ja, dat, dat, dat kan nog helemaal niet. De techniek was er nog niet. Maar ja, kijk er nu nog maar eens. Café Weltschmerz heeft het ook net over uh, informatica en over uw privacy. Uh, maar met een zoekmachine en met alles wat u al op internet zet. En er is al zoveel wat met een druk op de knop van u te weten uh, te komen is. En je gaat ook steeds meer in die richting uit. Uh, het is kinderlijk eenvoudig om nu ook uw hele beweging uh, in ieder geval te analyseren. Ja, de stap van analyseren naar controleren is te maken natuurlijk. Ik zeg nog niet dat die volledig al is plaatsgevonden, maar het is wel een aandachtspunt, denk ik. Waar we de komende tijd naar moeten gaan kijken. En zeker ook wanneer dat met een groen excuus wordt opgedrongen. Ik zelf, bijvoorbeeld, ben een natuurliefhebber. Ik heb liever dat men uh, die miljarden die men nu in, dat, in die windmolens wil gaan steken. Ja, dan heb je straks nergens in Nederland meer één plek waar je gewoon. Rust kan vinden, gewoon een lekkere natuur waar je gewoon vrij kan rondlopen. Overal heb je van die de Eiffeltorens uh, die je gewoon een beetje nerveus maken. Er wordt eigenlijk heel Nederland wordt net zo lelijk als Flevoland. Nou, ik moet iedere dag uh, wanneer ik naar de beschaving rij in Amsterdam of een andere plek, moet ik door Flevoland rijden. Nou ja, eigenlijk wil ik er alleen maar in het donker doorheen. Dus uiteindelijk gaat de vraag ook om: uh, in welk land willen wij leven? In wat voor land? Waar kiezen wij onze prioriteiten bij? En dan zeg ik ook van ja, misschien is dat klimaatbeleid, als wij toch zien van nou een beetje, een beetje opwarming, het schijnt nogal mee te vallen tot nu toe. Uh, laten wij die euro, dus puntje 2, laten wij die dan liever besteden aan dingen die er nu voor ons meer toe doen. Natuur, uh, nou, mensen hebben, bejaardenzorg of wat ook. Maar er zijn zat andere dingen waar wij die euro met veel meer menselijk geluk en ook voor natuur kunnen besteden dus daar wil ik het eigenlijk een beetje mee afronden. ik hoop dat jullie dan een beetje snappen waar het om gaat. het gaat dus in principe niet over CO2, hè? want we zien ook men doet in Duitsland met al die windmolens uh, is men uiteindelijk qua energievoorziening is men veel smeriger dan de optie die de Greenpeace uitsluit, namelijk die van de Fransen met hun kernenergie. dus dan kun je bij jezelf al gaan nadenken van, nou misschien zit het toch niet helemaal zo zoals Greenpeace mij dat heeft verteld. Uh, het gaat dus uiteindelijk om risicoperceptie. Hoe groot risico ken jij toe aan uh, CO2? En op het moment dat je zegt van ik wil helemaal geen enkele menselijke invloed op die aarde, dan zeg je ook automatisch van nou, de wetenschap heeft gezegd van het is een catastrofe en wij moeten die hele euro, die moeten wij alleen maar in die CO2 stoppen. En dat is ook een beetje het agenda 21 verhaal. En ik denk dat we daar toch langzaam wat genuanceerder over moeten gaan denken. Van nou, misschien niet die 1 euro, of 74 miljard euro tenminste. Laten we daarvan een deel wat verstandiger besteden. En uh, ja, dan hoop ik dat ons land uiteindelijk ook over 20, 30 jaar nog, uh, nog mooi is. Hè? Dat we gewoon lekker natuur hebben. Lekker relaxed kan zijn. Ja. Dus uh, dank u wel.